Vandaag is precies 2 jaar geleden dat Surinaamse kiezers naar de stembus zijn gegaan. De Nationale Democratische Partij, NDP, heeft daarbij de meeste zetels behaald. In gesprek met onze nieuwsdienst laat politicoloog Giovanni Seggen zijn licht over de afgelopen 2 jaar schijnen. Hij geeft aan dat deze periode een vrij onrustige periode is geweest. De politicoloog benadrukt verder dat zowel de oppositie als de coalitie hun taak onvoldoende begrijpen. Volgens hem is Suriname politiek gezien op hetzelfde niveau gebleven. Ik denk dat het gewoon hetzelfde is. Toen het Front en het Nieuw Front de coalitie uitmaakten of de meerderheid hadden in het parlement, deden ze ook wat zij wilden, toch? En werd er niet geluisterd naar wat de oppositie toen de NDP zei. Ik weet niet of je kunt herinneren dat er vaker is geweest dat mevrouw Simons op de tafel heeft geslagen van ik wil het woord en ik wil praten. Dat vaker er toen moties zijn ingediend en dat die van tafel werden geveegd. En nu zien we hetzelfde gebeuren. Alleen is nu de NDP aan de andere kant en het Front aan de andere kant. Je zou juist verwachten dat als je toen hebt geprotesteerd als NDP tegen de gang van zaken in het parlement, dat je nu je daar bent anders zou doen. Toch? Dat je echt die vernieuwing bent. Maar het blijkt dat ze hetzelfde zijn als de mensen op wie ze kritiek hadden. Want nu ook nu zien we dat die meerderheid in het parlement maar besluiten neemt waarvan je als democraat kunt afvragen in hoeverre die besluiten eerlijk en correct zijn. Seggen geeft verder aan dat de bevolking een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het kiezen van een regering. De kiezers moeten wel de juiste informatie krijgen, zodat zij op basis daarvan een keuze kunnen maken, benadrukt hij. Ik kijk gewoon naar het beleid, naar de ontwikkeling in het land. En je hoeft echt geen genie te zijn om te zien dat het niet goed gaat. Daar is de regering hoofdverantwoordelijk voor. Het argument van wereldmarktprijzen zijn gedaald, dat is voor mij niet valide. Natuurlijk zijn ze gedaald. Maar het beleid dat jij voert met het geld dat je overhoudt, daar ben jij verantwoordelijk voor. En als jij de verkeerde keuzes hebt gemaakt, dan moet je die verantwoordelijkheid nemen. De minister van Financiën heeft kort na zijn aantreden uit de doeken gedaan wat zijn voorganger op Financiën heeft gedaan. En hij is keihard geweest in zijn oordeel over de situatie op het ministerie van Financiën onder minister Gregory Rusland. De minister van Financiën heeft op de SRS in het programma Bacanatori een uitspraak gedaan over de koers en voor de verkiezingen. Dat toen bewust is geïnterveneerd met de weinige dollars die we hadden, omdat niemand in verkiezingstijd die koers wilde laten stijgen. Dat was een politieke keuze toen. Dus ja, een cijfer gaan geven, ik zie het nut er niet van in. Politicoloog Giovanni Seggen. We spraken hem over de politieke situatie ruim 2 jaar na de vrije en geheime verkiezingen. Hij concludeert dat de politieke situatie in het land de afgelopen periode vrij onrustig is geweest.